Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. En in deze video ga ik jou laten zien hoe je heel eenvoudig binnen 5 minuten een professionele YouTube thumbnail kunt maken zonder technische kennis. Heel eenvoudig. Nou is het wel zo dat je kanaal zijn moet geverifieerd, in good standing zijn en dat je YouTube aangepaste thumbnails staat ingeschakeld. Heb je dit nou nog niet gedaan? Dan verwijs ik je nu rechtsboven naar het i'tje. En daar zie je een video hoe je een aangepaste youtube thumbnail optie kunt inschakelen op YouTube. Allereerst gaan we naar een programma, een heel handig programma, dat heet Pensoid. Pensoid.com. Vervolgens klik je op Backgrounder 3. Je klikt vervolgens op Basics. En dan heb je hier een drop-down waarin je kunt kiezen wat voor thumbnail of banner je wilt maken. Nou, in dit geval gaan we een YouTube-thumbnail maken. Dus daar klikken we op. En dan kies je als eerste even de background. Nou, in dit geval doe ik bijvoorbeeld even rood. Oké. Okay. Vervolgens ga je naar tekst en images. En je klikt op sprite. Dan kun je vervolgens. Een image van je computer halen en uploaden. Nou, stel dat ik deze even neem, die kun je dan plaatsen. Ik zet hem nu even in de rechterbovenhoek. En vervolgens wil je natuurlijk ook nog een plaatsen. Dan ga je naar tekst. Dan kun je hier de tekst uh, typen. Dus stel, hoe maak ik een test YouTube. Thumbnail. Nou, de tekst kun je heel makkelijk plaatsen op je thumbnail. Je gaat vervolgens naar Download Your Background. Download. Het duurt dan een paar seconden voordat je YouTube-thumbnail gedownload is door Panzoid. Je drukt op OK. En dan zie je hier de YouTube tunnel test. Vervolgens kopieer ik hem even naar mijn bureaublad. Nou, je gaat vervolgens naar YouTube toe. Je gaat vervolgens naar Creator Studio. Je gaat vervolgens naar Video Manager. Je gaat naar de betreffende video die je zou willen aanpassen. Info, settings. Dan zie je dat hier al een aangepaste YouTube-thumbnail stond. Maar we gaan hem natuurlijk even wijzigen voor de nieuwe. Je downloadt en uploadt de nieuwe thumbnail. Je ziet dat hij hier gaat laden. Je drukt op Save Change. De thumbnail is geüpload. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een vraag over een YouTube thumbnail? Stel hem hieronder en ik ga jouw vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Bekijk gelijk het volgende deel: een YouTube thumbnail voor een afspeellijst instellen, of een van de vorige delen een YouTube thumbnail maken, of het deel daarvoor een YouTube banner maken.